Yo mensen, welkom bij een nieuwe video op mijn kanaal en vandaag de eerste aflevering van het leven van een staf. Let's go! Oké, jongens, voordat we verder gaan naar de video, wil ik even jullie zeggen, ga de website in de beschrijving checken. Dat is een helpdesk, dus heb je ergens hulp nodig met een rank die je niet op Discord hebt, met een rank die je niet in de server hebt gekregen, met iets dat fout is, met een vraag over de gemeente, met een vraag over de KVK levelcheck, weet ik veel. Kun je het allemaal hier achter in de webshop kun je het achterlaten. Vandaag om 3 uur is de opening, ik weet niet hoe laat deze video online komt, misschien is het ook wel vol, misschien is die al gelanceerd. Moet jullie even kijken en dan komt dat helemaal goed. Goed mensen, we zitten hier met de enige echte Kai, oftewel ouderwets. Welkom. Oké, jongens, welkom bij deze video. We zitten hier met de enige echte Kai, oftewel ouderwets. Welkom. Hallo. Hoi. We lopen ondertussen wel even naar jouw mooie KVK levelcheck gebouw. Waar je natuurlijk werkt als staf. Voor de mensen die nog niet weten, ja, je kunt je eigen functie wel een beetje uitleggen of zo. Of een beetje... wat je doet. Ik ben CEO KVK levelcheck. Als mensen een gebouw, tenminste een bedrijf willen beginnen, hebben ze daar een KVK voor nodig. Ja. Deze moeten ze aanvragen bij ons en dan kan ik deze schrijven voor hun, is dat een van mijn medewerkers. Mm-hmm. En dan met deze KVK kunnen ze dan inkopen en mogen ze officieel verkopen. Ah zo. Dus zonder KVK kun je eigenlijk niet verkomen? Ja. Je hebt eigenlijk gewoon KVK nodig. En er zijn mensen die vragen om zonder KVK te kopen. Is dat al eens gebeurd? Ja, ik heb er nu afgelopen dagen heb ik 3 boetes uitgeschreven. 3 boetes? Ja. Ja, ik heb er een van Just Thomas heb ik gezien op zijn YouTube kanaal. 125.000 toch? Ja, voor de veiling. Jeetje mina. Ja, voor de veiling is iets hoger. Veiling daar verdien je ook wel redelijk veel mee. Ja, oké. Okay. En als jij een simpel boomshop hebt, ja, dan ligt de prijs te slagen. Ja, zo. Oké, nee, leuk. Ja, heel veel mensen vragen zich ook af van, hoe is de staf nou precies staf geworden? Kun je dat uitleggen? Heb je gesolliciteerd of ben je zomaar ingestroomd? Of? Nee, het was meer, ik begon gewoon heel simpel als medewerker. Oh ja, bij Jorno toch toen? Wat zei je? Bij Jorno was je toen medewerker. Ja, Jorno was toen nog CEO. Begon ik simpel als medewerker, toen is Jorno weggegaan, of ik weet niet precies wat er is gebeurd. Toen was er tijdens geen CEO, dus ik had het alleen maar dichtgegooid. Ja. En toen, toen in de week dat we dicht waren, heb ik een sollicitatie gedaan. Toen ben ik aangenomen als CEO. Ah, zo. Oké. Maar hoe lang speel je momenteel op de server? Ongeveer 3 maandjes. Niet heel lang. 3 maandjes. Wat is je time nu? Bijna 10 dagen. 10 dagen, oké. Ja, zo'n prima time. Verder, vind je het leuk als staf? Heb je nog, wat vind je het leukst? Ik vind gewoon de staf zijn zelf echt gewoon superleuk. Je bent gewoon alleen maar bezig met spelers daarop vragen te beantwoorden. En dat is ook wel... ding, je hebt bijvoorbeeld een schieter, dus je gewoon, ik ben niet alleen met jezelf bezig. Absoluut, ja, klopt. Ja jongens, voor de mensen die het niet weten, ik hoorde ze net ook dat je zusje hierop gaat spelen. Ja, klopt. Ja, en die werkt bij de inkoop. Ja. Mooi. Ja, klopt. Tenminste, qua baan. Ja, absoluut. Heb je vroeger nog criminele activiteiten gedaan? Of? Nee, echt nog nooit. Nog nooit? Nee. Ook geen wapens in de hand gehad? Of? Nee. Helemaal niet? Ik ben niet van plan dat ik niet meer de kant op ga, want ik heb echt geen zin om in dezelfde te zitten. Nee, dat... Ik blijf gewoon lekker normale dingen verkopen, dus daar vind ik ook gewoon prima geld mee. Absoluut. Maar hoe vaak doe je dit ongeveer per dag? Meestal ook een paar keer per dag naar de KVK levelcheck, dan beantwoord ik tenminste, dan behandel ik wat aanvragen en dan kijk ik of er nog weer nieuwe aanvragen liggen, nee. En soms moeten mensen langer wachten, dan andere aanvragen nog even liggen en zo werkt het een beetje. Ik denk dat het voor de spelers ook wel leuk is dat je
dat je weet, dat mensen ook misschien weten, nou, niet hoe je het precies doet, en dat is natuurlijk je eigen vorm gewoon, maar weet je, hoe ga je te werk? Even naar beneden wat. Ja, is goed. Even kijken, gaan we hier naar onderen. Ja, is lekker druk hier. Ja, dat is helemaal goed. Ja, hier krijg je dan de aanvraag te binnen, de level check, die is van KVK. Ja, hier. Ja. Ik kan wel even de level check pakken. Zo, die ja, U! Ja, dit is echt niet normaal. Oei, joh. En dit is ook gewoon, als ik 1 of 2 dagen moet kijken, is ik heel de chest van vol. Ja, dat merk ik. Ja, ik pak zeg maar gewoon een level check eruit, dan zet ik de dots ernaast. En dan kijk wat die spelers of zo doen aan de eisen van ons. Ah, dus je pakt gewoon level check en dan ga je kijken van, ga je overeenstemmen een beetje van ja, die heeft... Ja, en dan als ze dan alle eisen hebben, dus level up. En dan haal ik wat geld, zeg maar 2,5k wat. Want dus vanaf level 2 kost 2,5k dan van hun bank af gaan ze even naar van omhoog. Aha, maar staat ook ergens aangegeven dat het geld kost, level check? Ja, dat staat boven bij de science. Aha. Aha. En KVK's dan? Dat doe je gewoon. Ja, KVK's kan je ook wel een aanvraag pakken, natuurlijk. En die is chess. Ietje mina, zoveel. Maar hij gaat sowieso eerst zeker kijken, staat er wel een gebouw op? Want dan ja, ik kijk naar de tabla, dus maar of überhaupt informatie klopt, dan weet ik of staat er een gebouw op, dan heb je ook een kist, dus dan kan je ook wat van pakken. Daar, dat zeg maar, als er een gebouw op staat, dan doe ik een boekje erin tot een aanvraag is goedgekeurd. Dan verwerk ik hem gelijk in de docs. En als hij is afgekeurd, dan staat het afgekeurd bij en dan zet ik erbij wat er is. Dan is er bijna altijd een gebouw. Tenminste, als ik iets mis. Ja, zo. Aha. En zo weten mensen dus ook als hij is goedgekeurd of afgekeurd. Ah, zo werkt het. Oké. Even kijken. Ja, dan, ja, ik denk dat mensen nu wel snappen hoe het precies in zijn werking gaat. Even kijken, we kunnen wel even naar boven gaan weer. Deze. Ik geef je 1 minuut. Goed. Ja, jongens, ja, ik denk, heb jij nog iets aan mij te vragen of iets aan de kijkers? Ik heb alles uitgelegd. Ik denk dat iedereen snapt. Ja, volgens mij ook. Nou, helemaal top. Jongens, jullie mogen bepalen wie de volgende staf wordt. Nou, het kan zijn bijvoorbeeld sowieso Rietje. Of nee, jullie moeten maar even gaan kijken op Discord of zo. Ik ben even online qua staf op Discord. Of, jullie mogen bepalen in de chat wie jullie gaan kiezen. En laat het maar even weten met hashtag ouderwets. Als jullie het hier hebben gekeken. En like natuurlijk even voor een volgende deel bij de 100 likes. Want ik denk, ja, ik weet niet of deze serie goed wordt bekeken. Bij de 100 likes komt er een nieuwe video online. Een nieuwe deel, zeg maar. Bedankt voor het meedoen, Kai. En dan, mag jij het lekker afsluiten, de video. Ja, bedankt voor het kijken, iedereen. Like het allemaal. Abonneer. Laat de reactie achter. Precies. Hey, jongens. Later.